Het personeel van de diverse ziekenhuisinstellingen komt niet in aanmerking voor de 17% verhoging. Dit verduidelijkt minister Armand Achijbersing van Financiën en Planning vandaag voor aanvang van de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers. Hij wijst erop dat ziekenhuizen die een collectieve arbeidsovereenkomst hebben, buiten deze verhoging vallen. Ik erken meteen dat er hard gewerkt wordt en dat het om een belangrijke groep gaat. Maar de ziekenhuizen hebben allemaal een cao. En vanuit hun cao moeten ze dus de arbeidsvoorwaarden faciliteren. Dat moeten ze met hun directies bespreken binnen de mogelijkheden van de ziekenhuizen zelf. Of de gezondheidsinstellingen wordt gekeken wat men kan doen voor het personeel. De bewindsman zegt dat als de 17% ook zou gelden voor het ziekenhuispersoneel, er sprake zou zijn van een dubbele beloning. Hij benadrukt dat de verhoging voor de ambtenaren de overheid geen extra belasting zal innen. Extra middelen binnenkrijgen. We gaan extra middelen uitgeven. Als men bedoelt dat de verhoging bruto is en daarvan belasting wordt afgetrokken, dan is het nog steeds zo dat er een netto toename is van de uitgaven van de overheid. En daarom hebben we ook gezegd, we hebben gekeken binnen de begroting wat mogelijk is aan extra uitgaven en zijn we gekomen op het percentage van 17% wat we maximaal kunnen hebben. Als we daar bovenuit stijgen, dan gaan we andere problemen creëren. Of dan moeten we het anders financieren, monetair of middels leningen. En daar staat deze minister niet voor. De minister geeft aan dat de belastingschijven aangepast zullen worden met de introductie van de BTW. Hij heeft vandaag goedkeuring gegeven voor de overmaking van de salarissen van de ambtenaren.